Lieve kids, heel veel succes bij de musical Alle Remmen Los. Ja, stel je voor, het decor is een supersonische bus waar de musical zich afspeelt. Maak de reis van je leven. Stap in lijn 8. Maar hé, wat heeft deze passagier in dat koffertje? Geheim. Hoe dan ook, gaan alle remmen los. Alle remmen, alle remmen. Job en Tess regelen dat alle passagiers een plek krijgen. Ben en Bente Bruin willen zonnen in Italië. Zus en Zo willen naar Londen. Sarah gaat op huwelijksreis naar Parijs. En familie Criminelissen willen naar de Malediven. Maar wacht eens, dat is onmogelijk. Hebben Job en Tess iedereen de verkeerde bus in laten stappen? Maar ze staan allemaal wel op deze lijst. Vreemd. Heeft wellicht de man met dat mysterieuze koffertje hier iets mee te maken? Chauffeur Job heeft een idee om het probleem op te lossen. Geen paniek. Ik verzin wel wat. Ding dong. Hey. Ding dong. Een goed idee. Dat moet je eens proberen. Komt ie nou pas mee, zeg. Bedacht. Hij stelt iedereen voor aan professor Elektra en haar assistent Dynamo. Ze verzinnen dit verhaal om iedereen tevreden te houden. Deze bus is zo snel, het vliegt, vaart, overal naartoe. Niemand gelooft het, maar dan zegt ze... Kijk maar uit het raam. Paniek, paniek aan de scène. Paniek, paniek, wat ben je magnifiek. Maar net als iedereen wil uitstappen, zijn we alweer verder. Italië, Italië, kijk eens Pisa, Pisa! Italië, je bent bellissima. Oké, we zijn dus nu in Italië. Dus iedereen wil uitstappen en dan ineens... Japan, Japan, kijk maar Fuji, Japan! In plaats van dat we naar die landen gaan, komen de landen de bus in. Ja, zeg hallo. Iedereen is woest. Heeft iemand posters voor de ramen geplakt? Luister wat ik wil. Zet nu die bus in stil. Ho! Maar de reis gaat verder. Job en Tess beloven dat alles goed komt. Ondertussen is Sarah de bruid heel verdrietig. Ook de bruidsmeisjes blijven maar huilen. Haar huwelijksreis naar Parijs valt zo in het water. En de dag begon zo mooi. Met haar vader die haar weggaf in de trouwzaal. Het deed haar denken aan vroeger. Liep ik samen met mijn vader op het schoolplein. Hij zei, ik hou je vast, maar laat je gaan. Zo maakte ik de eerste stappen en werd ik volwassen. De dag van liefde breekt aan. Lied. En ondertussen houdt de mysterieuze man met de koffer alles in de gaten. De inhoud heeft te maken met jullie groep 8. Ja, jullie. De klas die nu naar dit filmpje zit te kijken. Alleen de spelers van de musical kennen het geheim. Familie Criminelissen is net als het publiek heel nieuwsgierig. Zitten er daarom ook allemaal mensen in de verkeerde bus? Ze grijpen het koffertje. Wat zit erin? Blijf af, geheim. Met je, wat zit erin?
Geef hier dat ding. Toestand in de bus. Het koffertje gaat de hele bus door. Zijn er ook al dieven in de bus? Maar volgens Job, geen paniek. Geen dieven, we zijn op de Malediven. Oh. Iedereen wil uitstappen, maar nee hoor. We zijn alweer op de volgende bestemming. Een hele Broadway show begint in de bus. Want we zijn op... Broadway. Voor Job en Tess, dat hebben ze toch mooi voor elkaar gekregen. Elke passagier in de bus heeft toch iets van zijn droomvakantie meegekregen. Zelfs Mart Laagkamer. Zwemmen! Hij zoekt inspiratie voor een nieuwe amazing-hit. En heeft bij de laatste halte eindelijk een goed onderwerp gevonden. Ja, en nu allemaal! We zijn weer thuis. Maar waarom zaten toch al die mensen met verschillende bestemmingen in één bus? Is er soms iets wat hun bindt? Het koffertje gaat aan het einde van de musical open en dan wordt alles duidelijk. En gaat alles, alles, maar dan ook alles los! Maar ook superspannende musical. Met een geheim dat pas aan het einde wordt onthuld. De inhoud van het koffertje is uniek. En alleen bekend bij de spelers van de hitmusical van 2023. Alle remmen los. Voor iedereen een leuke rol, een decor en een app. Heel veel plezier, heel veel succes. En onthoud, alle remmen los.